Het maakt niet uit hoe vaak je dit woord aanbiedt. Het blijft niet hangen. Misschien moet ik het gewoon groot op het raam gaan schrijven. Okay, Art, de tandarts, puntje, puntje, naar het publiek te spelen en betrekt de zaal bij. Het is schakeld met een T. Maar ik zie schakeld met DT. Ik zie schakelde. Schakelt, schakelt. Maar waarom is het met een T? Dat is heel belangrijk. Het zijn namelijk zinnen die letterlijk uit musicaltekst komen. Ja, maar ik heb de werkwoorden eruit gehaald. Goed nadenken. Nice. Met de manager van de Stardust Sisters, meiden die iedereen geweldig vindt. Oh, iedereen. Avondvierdaagse, dit is mijn vervoer naar de speeltuin. Ik pas er ook nog op. Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag 30 mei. We zijn weer op school na een lang weekend. De musical rollen zijn verdeeld. Dus vandaag gaan we een stukje voor de musical doen. Ja, ik neem jullie gewoon weer mee. Deze week. Ik neem aan dat jullie allemaal de musical uit jullie hoofd kennen. Ja, drie scènes. Het huiswerk staat inderdaad niet online van donderdag. Jullie gaan daar dat filmpje, maar dan van 30 seconden, iets wat je hebt geleerd, ga je dan thuis opnemen. Dus je mag hem veranderen, je mag hetzelfde doen. Het gaat erom dat je iets met de feedback hebt gedaan wat je vorige keer hebt gekregen. Dus als er staat, je moet meer overtuigend zijn of een andere stem gebruiken of je houding of meer je rol blijven. Die feedback kan je bij andere zinnen ook toepassen. Ja? Yes. Verder deze week hebben we de laatste spreekbeurten. Yeah. En hebben we ook toetsen. Yay! Als je opdracht 1 kijkt, dan moet je het in het voltooide tijd gaan zetten. Dus stofzuigen. Wat is het voltooid deelwoord van stofzuigen? Schrijf dat eens op je wisbord. Zelf nadenken. Het maakt niet uit hoe vaak je dit woord aanbiedt. Het blijft niet hangen. Misschien moet ik het gewoon groot op het raam gaan schrijven. Ik zeg niks. Zelf nadenken. Ik zie wel een aantal goede dingen. Sommige halen door elkaar. Dus die hebben stof gezuigd. Maar het is gestofzuigd. Ja, heel goed. Met een D. Niet stof gezogen, want dan ga je letterlijk stof zuigen op de grond. Oh, lekker, stof. Oké, we beginnen met een assessment. Dat is een soort proefwerkje waarin je woorden, werkwoordspelling moet vervoegen. Een tip is, kijk goed naar de zin. Over wie gaat het? Welke tijd staat de zin? Maar vooral het onderwerp. Wat voor soort woord is het, Dani? Is het een voltooid deelwoord? Is het een persoonsvorm? Of is het een... Er is er nog één. Ja, niet als zelfstandig, als mijn voorkant. Oké, dan mag je ze nu gaan maken. Het zijn vragen met de musical, heb ik het een beetje gedaan. Thank you.
voor soort woord is het? Is de persoon zo fotodeel wordt of fotodeel wordt als bij een genaamd woord? Fotodeel. Heel goed. En dan is het noemen. E en eraf. Wat is hier dan? De M. Zit hij erin? Nee. Dus dan is het? Een D. Keurig. Yeah. Oké, okay. Art, de tandarts, puntje, puntje, naar het publiek te spelen en betrekt de zaal bij. Oké, okay. Welke tijd staat de zin? Tegenwoordig tijd. Oké, okay, wat voor soort woord is het? Is het een persoon zo'n fotodeelwoord of fotodeelwoord als bij ook naamwoord? Ik denk persoonsvorm. En het staat in de tegenwoordige tijd, wat is de ikvorm? Ik. Durf. Maar het is Art de tandarts, dus. Hij durft. Met een. T. Ja, zie je? Jullie worden wel steeds... Oh, deze, ik snap het. Meneer Brul schakelt tussen beide rollen als zakelijke zenderbaas en als jurylid. Het is schakelt met een T. Maar ik zie schakelt met DT. Ik zie schakelde. Schakelt, schakelt. Maar waarom is het met een T? Dat is heel belangrijk. Dena. Omdat als je schakelen hebt, hou je één. Nee, nu ben je bezig met de verleden tijd. Er is iets heel belangrijks waardoor ik weet dat het met een T is. En dan hoef ik niet schakelen en eraf te halen. Maar dan is het... En waarom is er... Kan iemand maar uitleggen waarom de fout is gemaakt met DT? Ik snap hem wel. Maar snappen jullie die fout? Waarom zou iemand schakelt met DT schrijven? Welke stap heeft diegene niet gedaan? Nikki? Die kerk nee. Diegene heeft niet de ik vorm. Ja! Diegene dacht dat de ik vorm met een D was en daarna DT. Oh. Maar de ik vorm is ik schakel. Als je dus alle stappen kent, dan zou je dit eruit moeten kunnen halen. Dat is eigenlijk een stapje hoger. Maar goed, dat verwacht ik ook van jou. Dat is mooi. Jongens, je kan het zien aan het werkwoord betrekt. Staat in tegenwoordige tijd. Dus dan is het geen verleden tijd. Valt nog mee hoor. Gespeeld. Ja, dit soort dingen. Die wil ik niet meer zien. Tuurlijk, eigenlijk. Ik vind dat. Ja. Nou, het voltooid-deelwoord hebben we nou al zo vaak gehad. Ik snap het voltooid-deelwoord als bij voegnaamwoord. Dat vind ik inderdaad. En soms met de tegenwoordige tijd en de verleden tijd snap ik ook. Maar deze is heel simpel. Spelen. En eraf. L zit er niet in. Nee is. Dus D. Waarom is hout met DT? Staat niet op Ellen's voorhoofd hoor. Dus ik weet niet waarom je de andere kant op keek. Jawel. Ik ga niet genoegen nemen met ik weet niet. Weet niet bestaat niet. Oké, het is tegenwoordig tijd. Dat is stap 1. Over wie gaat het? Ronnie Rep. Wat is de ik-vorm? Ik? Hou. Ja, ik snap je. Maar het is Ronnie. Juist, heel goed. Maar het is Ronnie. Is Ronnie ik of is dat iemand anders? Iemand anders. Dus? Zeg me niet nog een keer dat je het niet weet. Ja? Oké. De monsterquiz die we straks gaan doen, die gaan we dadelijk doen. Dus je mag hem nog even erin laten, leg je hem even op de hoek en dan ga je naar buiten. Voor de monsterquiz, dat is natuurlijk hartstikke leuk, alleen wil ik dat je goed nadenkt. In dit geval, de tip die ik wil geven, want dat heb ik nu gezien, is in welke tijd staat die? Die ik-vorm.
En er was nog eentje. Wie de persoon is. Is dat een ander dan een ik? Dan weet je welke regel daarbij hoort. Dus daar wil ik je echt vragen om extra kritisch op te zijn. Want je kan wel snel zijn, maar dat heeft geen zin. Het moet goed zijn. Ja? Het zijn namelijk zinnen die letterlijk uit musicaltekst komen. Ja, maar ik heb de werkwoorden eruit gehaald. Dus dan moeten jullie goed kijken. Het zijn letterlijk, je zal je eigen tekst wel herkennen. En daar heb ik een werkwoord uit gehaald. En dan moet jij nadenken of het, welke tijd staat de zin, is het DT of niet. Goed kijken, staat er jij achter het werkwoord, dan is het weer een andere regel. Want het is niet loopt jij naar school, het is loop jij naar school. Yes? Oké, dan gaan we de monster quiz starten. Nice. Klopt het dat er nu nog kinderen bezig zijn? Ja, Jessie. Kom op, Jessie. Oh, je zit nog half. Maar niemand is bezig. Oh, jawel. Kijk, oh, nice. Deze is helemaal goed. Dan hier deze. Oh. Deze is half-half een beetje. Het wordt vanaf nu een gemaskerde studie. Nou, het is sowieso niet Bert, want het staat vanaf nu. Maar waarom is het woord met DT? Waarom is het niet met een D? Gemaskerde studie is iemand anders. Ja, maar het is niet hetgene wat met DT maakt. Als je bijvoorbeeld met het loopt en of met het loopt, dan is loopt DT. Ja, dus je kan hem inderdaad al vervangen door lopen. Het loopt. Dus dan weet je dat er een T achter komt. Ook een mooi voorbeeld. Dus dan is het woord met DT. Deze had al iedereen goed. Met de manager van de Stardust Sisters, meiden die iedereen geweldig vindt. Iedereen. Iedereen is toch iemand anders dan ik? Heeft verdiend. Dan is het met een D. Snappen jullie wat ik nu bedoel? Dat maakt een beetje uit. Dus je moet eigenlijk eerst weten of het een persoonsvorm is of een voltooid deelwoord. Hoe krijg ik er dit nou in? Hoe krijg ik het er nou in? Het is het meest frustrerende onderdeel voor een leerkracht. Ik krijg het gewoon niet in. Maar jullie moeten kritisch zijn. Kijk naar het soort woord. Wat voor soort woord is het? Gebeuren. Hele werkwoord. En eraf. Ik zie een rrr. Zit hij erin? Nee. Nee is. Doei. Dus. Nee. Doe me dat niet aan. Het is een ding. Heel goed. Is de eerstvolgende quiz die ik maak. Ik wil sowieso dat de hele klas een minimum haalt. Dat we allemaal moeten halen. Want ik wil dat dit erin zit. En ik wil, het gaat hetzelfde doel als dit. Dus kijken naar persoonsvorm, is het DT of niet. Je moet, eigenlijk iedereen minimaal 10. Mijn hoger is natuurlijk ook goed. Jij 15. Nee. Ik vind als jij niet in de in de quattro formaggi zit, dat je er 13 goed moet hebben. En mijn sterke plussers alles. Dat vind ik. Ik moet de lat. Wat nou als ik de lat hier neerleg en ik zeg, oh, 5 goed is ook oké. Maar nu legt u de lat te hoog, waardoor kinderen stress gaan ervaren. Hoeveel beter dan mag je dan met je zo?
Wat moet ik, als ik tegen jou zeg, oh. Je hebt maar 20 seconden. Nou, dan geef ik meer secondes. Oké, dan 40. 2 minuten. We hebben ook nog een 10. Is goed, ik geef je meer secondes. We hebben ook nog 10 secondes. 120 seconden. Geef je meer secondes, dan lukt het. Probeert Emmy de boel wederom te redden. Zorg voor een grappige interactie in het spel. Aangezien Shirley niet direct doorheeft dat Emmy is die voor het toneel de aandacht probeert te trekken. Oh, er staat iemand te zwaaien. Vast een grote, geef erbij. Nee, dat is Emmy Blitz, onze producer. Er gaat iets mis. Weg dat ding, wacht, weg dat ding. Oké, opnieuw. Zonder, met script in je hand kan je helemaal niet acteren. 3, 2, 1, start. Fans, wat draag je? Niet zo gillen. Je fans staan daar. Opnieuw. Ik ga mijn stem niet op. En 3, 2, 1, go. Fans, wat draag je? Niet zo gillen. Soms moet ik echt even streng tegen zijn. Wacht, weet je tegen wie je dat zegt? Tegen Emmy zeg je, soms moet ik even echt streng zijn. Wacht, Emmy. Hallo. Dat is Emmy. Daarom. Ja. Fans, gedraag je, niet zo gillen. Soms moet ik echt even streng zijn. Nee. Opnieuw. Ja. Fans, niet zo gillen. Gedraag je. Hey, man, ik weet niet meer wat ik moet zeggen. Take 50. Wow. Wow. Boom. Fans, gedraag je, niet zo gillen. Soms moet ik echt even streng tegen zijn. Wie willen we allemaal een handtekening? Verder. Oké, bij wie kan ik me opgeven om ons altijd de show te stelen? Ik ben de producer van de show, Emmy Blitz. Wie ben jij dan, grap? Iedereen noemt mij... Je hebt daar geen tafel. Aan die tafel. Iedereen noemt mij Big van de band. Waar is je band? Die zegt dat toch mee? Oké. Jullie zijn dolblij met ons natuurlijk. We zitten eigenlijk al best vol. Ik ook vol van mezelf. Hey jongens! Kan je niet nep lachen? Nee. Vol van mezelf, jongens! Vol van mezelf! Nou, niet zo! Oh my god! Het is gewoon een beetje awkward. Ja, maar daarom help ik je eroverheen te gaan. Wil je hem nog één keer doen? Ik ook, vol van mezelf, hey jongens! Ik ook vol van mezelf. Hé jongens. 3, 2, 1. Echt fijn dat je er allemaal bij bent. Ik ben uw presentator Bob Babbel en genoeg gewallen Bob. Mijn naam is Shirley Schijn, uw presentatrice. Wij van de populairste zender van Nederland gaan ingrijpen. Jullie zeggen over de desk heel goed wat je doet hier. En je neemt op de tijd, dat is heel belangrijk. Soms ga ik iets te snel. De kracht is soms stilte te laten in je twee zinnen, maar jij ook. Je moet naar het publiek spelen, maar wel die ongemakkelijke laten zien. Jij kan dat heel goed, maar jij staat ook op een betere positie. Dus we moeten even kijken naar de positie. Oh, ja, hoe sta je? Dat is wel een ding, hè? Ja, maar ik zie hier wel echt duidelijk verschil in. Als je zo staat, als je een kap bent... Dan, het kan, maar dan moeten deze naar achter, dus je borst vooruit en dan zo. Een kat. Zo? Enig. Yo, Joyce. Ja, yo, dat kan ze wel. Doe jij. Yo, de lady. De strop kijkt bij haar aan, wel. Wie is daar? Nee, jij moet zingen. Tingelingeling. Opnieuw. Maar, we moeten toch leven? Ik ben geen kleine jongen meer. Alles op zijn tijd, junior. Je bent nog jong, dus leer van je pa, de meesterkraker. Met mijn gereedschap gaan dwars door beton, metaal, alles. Kom maar op met mijn spullen. Bedoelt u wat in uw gereedschapskist ligt? Ja, wat dacht je dan, junior? Wat is Wordt hij heel erg boos als ik zeg dat ik die vergeten ben? Nee, natuurlijk niet. Alleen. Alleen? Maak ik je af! Oké, wacht, gaan we het is weer tijd voor een tinkle! Tom Dien. We hebben een speed-up. Eindelijk een keer met rekenen. En ik heb nog een les gemaakt. Maar die deel ik een andere keer. mocht je een van de Lumio-lessen gebruiken? Ja, nee, ik kent die. Ja. Dan kan dat via mijn website. Want daar deel ik alle digitale werkvormen. Niet allemaal, maar degene die het meest kan gebruiken...
en zelf kan aanpassen. Want als je een gratis account hebt aangemaakt en je zeg maar deelt hem met jezelf, als in je wil hem in je Lumio opslaan, dan kan je hem ook gewoon bewerken. Dus dan heb je een aantal vragen gewoon. En je kan hem ook gewoon zo overnemen en spelen natuurlijk. Maar mocht je nog iets willen toevoegen of willen aanpassen, dan kan dat ook. Gratis account. En je kan bij je school kan je ook aanvragen. Want dat werkt samen met een APS. Nou, ik zal een link hieronder zetten in de video. En dan kan je daarheen, want daar kan je dus Lumio kopen. Dan kan je licentie kopen. Want met een licentie kan je natuurlijk veel meer lessen opslaan. Anders heb je maar een beperkte hoeveelheid. Dus, ik weet niet meer. Misschien wilde ik nog wat zeggen, maar ik weet eigenlijk niet meer wat. Ik ga naar de avondvierdaagse. Misschien maak ik daar nog wel wat shots van. Dus. Avondvierdaagse, dit is mijn vervoer naar de speeltuin. Ik pas er ook nog op. Kijk. Nog best wel moeilijk. Ik kan ook zo. Oh. Ja, let's go. Oh. Maar dit is nog best lastig. Ik ben klein, maar. Dus. What? Oh my god, ik fiets. Heeft het remmen? Ja. Oh ja, precies in mijn hand waar ik mijn vlogcamera heb. Goed hè? Hebben jullie er zin in? Nee. Ja. Hoeveel kilometer? 10. En hoeveel ga je er volhouden? Hoeveel dagen? 1. Je kan niet afzeggen, toch? Je moet toch? Als je niet wil, dan ga je onderweg naar huis. Hoor. Dat is 4 dagen. En 9,5 kilometer. Bijna. Ik voel de kuitjes. Ik ga niet 4 dagen dit doen, dat weet ik wel. 2 uur en 25 minuten op 10,5 kilometer. Oh, we hebben meer gelopen. Hey.